Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Ark The Wobble Evolved. Ik heb Tom en Witje hier neergezet en we gaan nu naar de overkant toe om een mammoet te temmen. Het slimste lijkt me om een beetje op een berg te gaan staan en dan te schieten. We hebben genoeg Trank Arrows, dus dat scheelt. Het enige probleem wat we eventueel krijgen is dat de boog kapot gaat. In principe is de boog, hoe je het noemen. Door Nederlands of Engels wil noemen. En laten we ervoor gaan. Ik weet niet waar de ander is. Er zijn er twee. Ik weet niet waar... Oh, mooi. Hij zit vast. Oké, never mind. Hij zit niet meer vast. Oké, wel. Oh, jij kunt niks met je slurf. Je kunt helemaal niks met je slurf. Oh, ik heb hem volgens mij in zijn ogen geschoten. What the fuck is er met die Trank Arrows aan de hand? Waarom gaan die opeens zo fucking snel? What the fuck? Nou, we kunnen hem in ieder geval tamen. We hebben narcotic mee en eigenlijk moet alleen even bestjes verzamelen of zo. Nou, we die andere opzoeken. Die is daar helemaal. Waarom is die daar? Dat is niet fijn. Kom jij zie je. Oké, please wees raak. Oh ja, dat is raak. Mooi. Komt naar ons toe. Dat is goed. We waren er dus maar vier nodig of zo. Het waren er niet veel in ieder geval. Dus dan nemen we hem even mee. Dan liggen ze in ieder geval bij elkaar. En dan kan ik Witje ernaast zetten om ze te beschermen. Dat lijkt me handig. Samen met Tom. Kom dan. Dat was... Op zijn slagtand. En er komt bloed vanaf. De logica. Dun, 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 dun. Alhoewel, in die slagtand zal wel bloed zitten. Anders sterft het af, neem ik aan. Maar... Je snapt mijn punt. Ik heb geen idee hoeveel pijlen het eigenlijk is, maar... Oké, deze eet er iets meer zo te zien. Auw. Auw! Uh-oh. Ah, hij is ook neer. Jesus Christ. Oké, dus één van onze armor stukken is echt keihard naar de tering. Is te verwachten door een fucking mammoet. We hebben honger en we zitten... Ik zit serieus vast. Oké, nou niet meer. Sorry dat ik je sloeg. Allee, ik ga die twee even gauw tamen. En jullie zullen het wel zien als het gelukt is. Aangezien we toch met het tamen bezig zijn, leek het mij ook nog wel leuk om een vogel te gaan tamen. Dus we gaan proberen hem te raken. Yep, dat is gelukt denk ik. Lijkt erop wel. Nope. Lijkt me niet. Oh, dat was wel raak. Is hij neer? Hij is neer. Wauw, nu al? Serieus, what the fuck is er met die Trank Arrows? Oh, kut. Allee, dit is ook gelukt. Ik weet niet eens of level het is een level 1. Maar hij ziet er cool uit. Ik denk dat dit mijn vogel wordt om op te vliegen daardoor. Hij kent dus een mannetje. Volgens mij met die andere een vrouwtje. Dus dat wordt helemaal awesome. Ik ga even narcotics en eigenlijk ophalen. Van de mammoeten. En dan gaan we dat ook voor elkaar krijgen. Dat we nog een vogel meenemen ook. Dat, we krijgen hier een hele dierenfabriek hier op deze berg. Een hele tempfabriek. Het is gelukt. We hebben een Goldwing erbij. Het is apart. Het is een beetje groen, geel, roodachtig. Het is een beetje van alles en nog wat. En ik vind hem wel heel erg fucking cool. En ondanks dat hij eigenlijk maar level 1 is, denk ik wel dat dit degene wordt waarop ik zelf ga vliegen. Aangezien hij de mooiste kleuren heeft. En dat is voor mij wel belangrijk. Ondanks dat het niet de hoogste level is, niet de snelste, niet de sterkste of wat dan ook. Vind ik deze gewoon het mooiste. Voor deze weetje staat hij nog lekker te chillen. Tom die staat daar boven. Naast de mammoeten. Want ik heb geprobeerd om Witje hier tussenin te krijgen. Maar Witje liep bijna van de rots af en shit. Dus aangezien hij een hoge druis ook heeft. Dan denk ik, nou weet je wat, we laten hem gewoon zo staan. Dan rijden we straks met Tom daar de berg af. En dan volgt iedereen wel. Dit is al over de helft. Dus dat gaat lekker. Die krijgt als het goed is ook een level bij nog. Dus dat wordt een level 5 mammoet. En deze die blijft gewoon een level 2. Maar die is ook al een eentje over de helft. Dus het gaat goed. Gaat heel lekker. Voor de rest, hierboven is het heel veel dat je water en eten moet hebben. Ik heb nog een beetje eten, dus dat scheelt. Water heb ik niet, maar dan moet ik even heen en weer met Tom. Maar dat gaat super snel, dus dat is ook heel chill. Oh yeah, you've tamed a mammoth. Mammoth. Een mammamotje. Een awesome, awesome uitziende mammoet. Hij kijkt een beetje boos.
En ik weet niet, ik vind de tekening fucking ziek uitzien. Dit is ook altijd wel cool met die touwen en eigenlijk dat ze proberen te vangen en shit. En je kijkt hier over drie terug tegenover een T-Rex, dus dat is minder mooi. Maar, gelukkig voor jou, we hebben er niet zo heel veel meer om te ontdekken. Dit was volgens mij... Mama Mof. Oké. Okay. Dit was volgens mij het vrouwtje. Ik heb hele originele namen bedacht voor hun. Dit is Mama Mof en die andere gaat Papa Mof heten. In plaats van Mam Mof. Oh, jij rent snel. En jij springt zelfs. En er is hij dan. Papa Mof is er ook bij. Wat een beetje raar klinkt. Maar ja, Mammoet, Mamof. En dan dus Mama Mof en Papa Mof. Eerst zou ik wel denken Mam Mof en Papof, maar... Ik vond dit net iets beter. Ik weet dat het een beetje lame-ass is, maar ik vond het juist wel grappig. Ze gaan mij allemaal volgen. Als het goed is, staan allemaal op neutral. En we gaan naar onze blauwe base toe. Op de rug van Tom. Als we hier langs mogen. Wat nog maar de vraag is. Volgens mij gaat die vogel stront irritant zijn en ons continu blokken. Wat ik niet hoop. Al springend kom ik hieruit. Oké, geweldig. Laten we hopen dat het lukt. Volgens mij die vogel die vliegt zo dicht op ons. Volgens mij gaat hij het echt de hele tijd blokken. En trouwens, die vogel had ik ook op neutral gezet. Oké, dit ziet er heel raar uit. Kom eens hier vogel. Ja, maar op passive. Want anders valt de vogel aan. En we weten allemaal wat er met Redbat is gebeurd. En ik zie het ook wel gebeuren met deze vogel. Maar dan blijft hij rondjes draaien en gaat hij dood. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop echt dat het lukt. Waar de fuck komt die vogel ook nog? Die vogel zit vast tussen twee bomen. Wauw. Oké, allemaal uit. Hij is hierbij gaan zitten. Want hij mag volgen. Ik gebruik dat fluiten nu af en toe. En heel fijn is het eigenlijk niet, vind ik. Maar... Oké, hij is erom weg. Tussendoor. Past net. Oké, fluit. Hey, 3, 2, 1. Verkeerde toets. Welke toets is het dan? Deze. Allee, ze volgen nu allemaal Tom. En ze volgen niet mij, maar de Sabertooth. Vandaar dat ik op passive sta, want anders rent iedereen achter me. Aangezien ze dus al vermoeid hebben met een paar bomen, hoop ik dat het hier goed komt. Kijk, die bomen lopen ze wel omver. Lopen jullie deze bomen dan ook wel even omver? Die dan weer niet, maar dan lopen ze over de rots heen. Oké. Was dat dus een trikje? Okay. Komt iedereen achter ons aan? Yep. Ik moet gewoon letten op boosted. Dan weet ik zeker dat ze allemaal achter ons aankomen. Tenminste, de mammoeten dan toch. En we gaan hier langs. Ik hoop dat het goed is. Oh, ze zijn nog wel boosted. Maar kom op. Oké. Vogel, serieus? Serieus? Fucking Goldwing, you fucking serious? Oké, nou meer. Oké, volg. Iedereen volgen. Jee. Kom hier, Goldwing. Oh, use Dilo. Ja, gaat dood. Weet je dat? Wat zeg ik? Wauw, 8 height. Holy crap. Waarom loop jij daar overheen? Het is niet echt nodig om dat te doen. Please, volg mij allemaal. Oh, nee. Mammoth volg mij niet, zo te zien. In achteruit. Stop. Oké, dan moeten we zelf even lopen. Tom die blijft hier wel staan, hopelijk. Dan moeten we ook heel matig doen. Soms zitten ze gewoon vast, voor mijn gevoel. Wat kut is. Maar dat krijg je hier in die bossen, zeg maar. Op een gegeven moment dan komt dat wel goed, denk ik. Tenminste, dat lijkt mij. Ook al draait hij eigenlijk niet rond. Wat is jouw een probleem? Zit je vast in een boom of zo? Of... Zullen deze boom ook kappen? Nou, kun je nou bewegen? Was daar allemaal aan de hand? Oh-oh. Ah, raptor. Waarom loop jij rondjes? Serieus, what the fuck ben je allemaal aan het doen? Ja, kom maar. Loop maar over de berg heen. Flik je dan maar iets naar beneden. Ik vind het allemaal best, zolang je me volgt. Jesus Christ. Die mammoeten, die zijn zo loom. Die kunnen alle bomen naar de tering helpen. En dat doen ze dan niet. Dat is onbeschrijfelijk. Nou loopt hij weer weg. Waarom loopt hij weg? Hij is fucking boosted. Hij zit in de buurt als een maandje en dan loopt hij weg. Nou, kom op. Kom mee.
Ah, Jesus Christ. Hey, jee, iedereen volgen. Nou, kom op. Onderdoor, onderrectie door. Kunnen jullie langs? Waarschijnlijk niet. Komen we nu achter, we lopen hier gewoon naartoe. Wie volgt allemaal? De T-Rex, maar de mammoeten niet. Die mammoeten die kunnen echt vrij weinig voor mijn gevoel. En ik weet dat mijn water ding op is. I know. Waar is de T-Rex? Waar is Witje? Witje staat hier. Kom eens. Kom Witje. Oké, okay. Witje die redt zich beter dan die mammoeten ook. Al staan we vast in Witje nu. Oké, nou niet meer. Maar die redt zich beter. Die mammoeten die zijn fucking lomp. Hun hele kracht is zeg maar bomen kapot maken. En die gebruiken ze niet. Oké, okay, we gaan hier wel naartoe. Ik zorg dat iedereen hier naartoe komt. Komen die mammoeten nog mee? Eén. Ze zijn allebei. Waarom zijn ze allebei daar? Echt, what the fuck, jongen? Ik snap die mammoeten niet meer. Waar moet echt water hebben? En snel ook. En het wordt godverdomme ook weer donker. En nou over de bergen heen lopen? Net dik moeilijk doen en nu over de bergen heen lopen. Ik word er gek van die mammoeten. Echt, helemaal gewoon compleet gestoord van die mammoeten. Dat is toch stront-irritant, jongens? Come on. Weet waar je godverdomme langs wil lopen. Oké, okay. Aangezien jullie toch hier zijn, ongeveer. Hoop ik dat die mammoeten nou meelopen. Ik hoop dat we aan de kust zitten. Tot van. Dat is Witje, die twee die komen er ook aan volgens mij. Die zijn tenminste nog boosted. Loop eentje wel, de ander niet. Of komt die ander nu ook? Ik zie alleen zijn naam bewegen. Nou, weet je wat? Ik loop gewoon naar beneden. We lopen gewoon hier naartoe. Enable following. Disable following. We moeten eerst water hebben, jongen. Anders dan gaan we godverdomme dood hier ook nog. Dus we rennen eerst hier naar het water toe. Even drinken. Voordat we fucking dood gaan. Omdat die kutmammoeten niet meelopen. Dat is toch echt gewoon onbeschrijfelijk. Waarom lopen die kringen niet mee? Ik weet dat ik moe ben. Weet je, blijf maar hier. We gaan even naar boven. Want samen moeten we nog steeds Tom volgen. Papa Mof doet dat wel, maar mama Mof niet. Papa Mof wil hier gewoon niet vanaf ofzo? Of wat is zijn probleem? Oh, mama Mof heeft een Dilo gekild. Oké, dat is op zich wel goed. Ik weet zeker dat, dat het niet misgaat. Oh, oké, never mind. Ik dacht dat er iets aan de hand was, maar er viel eigenlijk mee. Oh, dat is mama. Hoe de fuck kom jij hier nou wel? En jou. Oh my god. En die andere dude staat er nog maar boven. Oké, okay, jouw HP wordt ten eerste geüpgrade omdat jullie allebei fucking gehandicapt zijn en niet kunnen lopen. Jesus Christ. En het wordt godverdomme dat donker ook. Kom eens hier, jongen. Ja, enable following. Kom. Kom. Waar zit jij? Wat is jouw hele probleem? Is dat deze? Hier kun je niet eens vaststaan. Is dat dit ding? Is dit het probleem, dat kleine boompje? Waarom sta jij vast? Serieus, dude. Is de hele rot zeker hier? Is dat jouw hele probleem? Oh my god, jongen. Die mammoet is een stront in je tand. Dat wordt nog bij die grote fucking verhuizing. En dat fucking donker wordt, dat is ook kut. Dus wat ik. Oh, wat ik even ga doen. Is doodvallen. Oh, wauw. Nou volgt hij wel. Maar wat ik ga doen is even wachten totdat de tijd voorbij gaat. You serious? Wat is jouw probleem? Godverdomme, jongen, loop eens door. Oh, ik verlies echt mijn geduld, jongen. Oh, en daar zijn we dan overdag. Ik heb even een kampvuurtje gemaakt. En ik moet nog even wat drinken pakken, zie ik. Dat is een slecht plan. Stop. Dank u. Dat is trouwens een hele rode Spino daar. En dit is al de tweede keer dat ik dit stukje opneem. De game was namelijk gecrashed toen ik halverwege was. Er was nog veel meer frustratie. Ik was echt fucking chagrijnig. Omdat die mammoeten echt achter elke, maar ook echt elke boom blijven steken.
Als het nou zo'n klein scheidding is zoals dat waar ik nou naar kijk, zeg maar, wat recht voor ons staat, een heel klein palmboompje. Of het is zo'n lompe palmboom. Dat maakt geen zakken, het staat blijven erachter haken. Ik snap dat echt niet. Het is godverdomme een mammoet. Hun doel in de game is sneller hout krijgen. Dat is waarvoor je ze hebt, zeg maar, bij wijze van spreken. Naast dat ze ook wel cool zijn. En lomp. Maar dat is in principe de reden. En dan blijven ze achter elk ding wat juist hun specialiteit moet zijn, blijven ze achterhaken. Dat is echt... Ugh. Zo frustrerend. Zo frustrerend. Maar we gaan hier langs. We moeten die kant op daar. Daar is de blauwe beacon dingen. We gaan hier langs, denk ik. Ik denk dat dit een beter plan is. Ze volgen allemaal nog, dus dat is ook goed. En ik hoop dat het verder niet zo heel gewelddadig gaat worden. Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Ik kan geen zak zien. Wat de fuck is die T-Rex aan doen? Weet je? Wat de fuck ben je aan doen? Het zal wel. Oké, doorlopen. Dit wordt een probleem. Ik hoop dat ik hier natuurlijk... Oh god, een Spino. Oké. Wat is die aan het doen? Ik dacht een Pterodactyl aan het aanvangen. Zometeen valt hij waarschijnlijk mijn fucking mammoet aan. Want die lopen weer eens niet door, zeker. Nope! Die lopen niet door. Godverdomme, jongen. Vuil kutvolk. Nee, 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 nee. Oh, wauw. Daar waren we snel bij. Oké, die mammoeten zijn wel OP dan. Als ze een Spino kunnen killen met z'n tweeën. Nou ja, met één hulp slag van Tom. Maar... Dat is niet slecht dan. Ik zeg, dat is niet slecht. Daar ben ik wel blij mee. Oh, die vlog fucking ver. Geniaal. Oké, valt hij nog steeds aan? Gauw als die female aanvalt. Nevermind, is al dood. Dat was echt geniaal. Oké, Spiders hoeven we dus niet bang voor te zijn. Holy crap. Oké, dat scheelt dan wel weer. Er zijn twee T-Rexen daar. Are you serious? Daar hebben we er één en daarna nog één. Oké, die T-Rex... Dat wordt leuk, als hij ons ziet tenminste. Ja, hij ziet ons. Oké, kom op, witje. Level 10. Laat zien wat je kunt. Kom aan, samen met de fucking mammoeten. Kom dan. Hè? T-Rex? Wordt geowned door iedereen, hoop ik. Yep. Weer Tom waar we mee killen, hè? Puur omdat ik meehelp. Dat is zo geniaal. Hoeveel HP heeft iedereen nog? Witje heeft nog heel veel HP. Papa Mof eigenlijk ook gewoon volledig vol. Mama Mof ook, denk ik. Yep. Gewoon iedereen eigenlijk nog. Fucking awesome. Oké, we zijn fucking OP dus tegen T-Rex. Dat is goed. Dat is fijn om te weten. Hallo, meneer. Hey. Jij daar. Kom dan. Ja, wil je vechten? Uh-oh. We zullen een beetje uitkijken, ook in de mind, hij is al dood. Oh, die mammoet heeft gekild. Raw prime meat zelfs. Niet slecht, ik wilde nou alleen nog hier weg. Mag dat? Hier tussendoor, mooi, oké. Prima, doorlopen. Nee, geen rondje draaien, weet je. Gewoon doorlopen. Dit is volgens mij perfect om door te lopen. Je moet alleen een beetje die blauwe beacon in de gaten houden. Die zit rechts van ons. Als we dat in de gaten houden, dan komt het volgens mij goed. Ik weet niet waar we uitkomen, voor de duidelijkheid. Ik heb geen idee, maar zolang ze haar volgen, dan is het goed. Ik vraag me af hoe ze hier volgen. Was dat een Carno? Dat is een Carno, volgens mij. Zolang Witje maar meekomt, is het voor een heel groot deel goed. Want die andere twee die zijn dus een beetje onhandig. Oh, daar is een Carno. Ja, Carno. Oké. Witje, ik wil uit jouw voet. Dank u. Vogel, what the fuck, jongen. Nee, de ene is er dus, maar de andere niet. Are you serious? Oh, zijn hier bij die moerassen? Oké, dan weet ik ook precies waar we zijn. What the fuck? Oh, hij is met een schorpioen bezig, weet je. Blijf een Tom af. Fuck jou. Zo, dat dacht ik dus ook. Bitch. Hey, Tom die loopt wel mee. Maar jij zit achter die hele grote boom. Tuurlijk zit jij daar vast. Oh. Ik had ook een zadel had gemaakt voor een mammoet. Kijk, kom. Nee, jullie niet helemaal. Niet omdraaien, alleen die moeten mee. Dan blijven ze hier waarschijnlijk ook achter vast zitten met een stomme kop. Ik hoop het niet.
Ik denk het wel. Kijk, maar weet je, die beukt gewoon alles kapot. Zij blijven vastzitten achter bomen waar ze niet eens vast achter hoeven te zitten, aangezien ze er langs kunnen. Echt onbeschrijfelijk. Oké, maar ze zijn er wel. Het is gelukt. Oh, wow. Ja, we gaan nog steeds via bamboe. Omdat dat volgens mij het beste is om doorheen te lopen. Minstens gekloot. We zijn vlakbij. We moeten hier gewoon naar beneden. Ik hoop dat het wel... Dat iedereen meekomt. Daarmee bedoel ik dus de fucking mammoeten. Want weet je, die loopt overal gewoon doorheen. Enkel probleem. Dat zijn die andere twee. Oh ja, die zijn er ook al bij. Awesome. Oké, we gaan maar gewoon... Gaan we zwemmen? Nee, want dan krijgen we die kutpiranjas. We gaan hier via de kust lopen. Dan hoop ik dat iedereen volgt. Yep. Oké. We zijn bijna thuis, jongens. Het is bijna gelukt. Bijna. En anders hadden we de... Oh, dat is een dikke laggie ook gelijk hier. Anders hadden we dus helemaal moeten omlopen via daar, via de waterval en shit. Maar dat was iets te veel. Van het goede naar mijn mening. Ik wacht eerst even tot iedereen hier is. En het is lekker laggy. Kom op, nu twee. Schuizen dus hier zijn. Die ene gaat echt vastzitten en valt mee. Ah ja, dan moeten we nou namelijk oversteken. En dan hebben we piranha's waarschijnlijk. Dus vandaar dat ik even wacht. Yep, daar hebben we er al een. Die mammoet? Wauw. Wauw. Die mammoeten zijn fucking. OP tegen fucking... Weet je die dingen? Nou, ik weer piranha's. Wat was het dan? Oh, please, valt niet die stegel aan. Of hij die stegel, die trike, bedoel ik. Oh my god. Oh, heel veel dialo's. Help! Oké, never mind. Niet help. Oh, nee! Nee, niet al die fucking trikes. You serious? Al die fucking troy. Oh god, de game freest. Blijf van witje af. We zitten vast in van alles en nog wat. We hebben zoveel fucking trikes vermoord hier. Er waren echt zoveel trikes hier en alles is dood. Oh, daar leeft er nog één. Ik ben benieuwd hoeveel HP witje nog heeft eigenlijk. Oh god, hij is nou een gevecht met de stego. Oké, hij was een gevecht met de stego. Wauw. Wauw. Als daar ook nog Rex hierbij zat en Charmeleon, dan... Damn, jongen. We kunnen echt iedereen en alles moorden wat we willen. We gaan even alles opeten en aanvallen. Een keer het tin krijgen we ervan. Ik vind het allemaal best. Damn, dat was awesome. Dat was echt fucking awesome. We zijn level up. Nou ja, Tom is level up, beter gezegd. En zijn HP wordt geüpgrade. Lijkt me een goed plan. De rest is ook allemaal level up, I know. Maar dat komt zo meteen. Dan hebben we deze trike aanvallen. Deze stego nog. En dan hebben we nog maar één oversteekje om te maken. En dan zijn we thuis. Einde fucking luck. Dat was voor mij toch wel een tocht, hé. Fucking hell. Vooral dat einde, dat maakte me nog wel even bang. Ik dacht echt van, dan zijn we de lul. Kom jij nog? Of wat is jouw bedoeling? Zit jij nou weer echt vast achter een fucking boom? Serieus? Echt, oh haha, eindelijk, hij is los. Oké, okay, via deze rand lopen. Kun je dat? Of kom je nou weer vast te zitten? Oké, okay, dat is al één. Wow. Waar de fuck loopt die T-Rex op? Die loopt bovenop een mammoet. Geweldig. Lopen ze nou allemaal achter me aan? Yep, oké, okay, awesome. We zijn er bijna. Even door het bamboeveld heen. Is iedereen nog steeds? Yep, oké, okay, awesome. Het is eindelijk gelukt. Overspringen. Overzwemmen, beter gezegd. De T-Rex zal dat wel makkelijk lukken. Ik ben alleen benieuwd wat die man moet doen. Oh, die zwemmen ook wel mee. Oké, okay, niks een probleem. We moeten namelijk hier even wachten tot iedereen aan boord is. Dit is de makkelijkste manier om dino's aan land te krijgen. Oké, okay, iedereen is er. Het is eindelijk gelukt, hé. Jesus fucking Christ. Oh, jij hoeft niet meer te volgen. Jullie allemaal niet meer te gaan. Stop, we volgen. Jullie hoeven niet aan elkaar te staan. Dat is dan ook wel heel overdreven. Oké, okay, weet je, kom maar hier. Jij mag bij Rexy staan.
Niet in Charmeleon, graag, dank u. Kom maar. Kom dan. Kom voorbij Charmeleon. Ah, dus dit zijn Rexy en Witje dus. Als die tenminste mee loopt. Waar is die? Hier is die. Jij moet naast hem gaan staan. Ik weet nog steeds niet eigenlijk wie ik mooi vind. Van de twee. Hoe de fuck staat hij überhaupt? Echt Dino AI in die game af en toe. Oh, jullie mogen met elkaar kussen. Als je dat kunt. Ja, loop maar een rondje daar. Niet te ver afdwalen. Stop! Disable following. Oké, awesome. Nou, zien we nog level up natuurlijk. HP is wel... Damn, jongen. 2000 HP. Van 1200... Oké. Hij heeft zoveel vlees ook en shit. Alright, fucking awesome. Dit zijn dus... ben jij level up? Met geluk. Ben jij level up? Yep. Oké, dan gaan we je HP upgraden. Niet zo hoog is als dat van Witje, maar... Dit zijn dus de twee T-Rexen. Awesome. De ene zit... oh, zo is het mooi. Nee, kom maar. Draai maar bij. Jij draaide net bij. Witje draaide erbij. Je moet niet poepen in iemand anders gezicht. Nou, in ieder geval, zo staat het wel mooi. Denk ik. Ongeveer. Weet niet. Staat apart. Staat gezellig. Oh, nou kijken ze wel aan. Kijk, nu kijken jullie wel. Kijk. Wacht, dan halen we die nog even weg. Thumbnail. Oh, verkeerde dingen. Thumbnail. Zo mooi, thumbnail. prachtige. Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is, hé. Jesus fucking Christ, dat was wat. En al de vogels zijn nou dus ook geboost, aangezien dit dus een mannetje is. Dus dat vind ik ook wel cool. En even mijn HP levelen. Aangezien we deze niet als transport gaan gebruiken, aangezien ik daar zelf op wil vliegen. En die andere twee zijn voor transport. En hier maak ik dus ook ooit een zadel voor en dat wordt mijn eigen persoonlijke vogel. Voor de rest leeft iedereen nog, volgens mij iedereen staat hier nog chill. Fucking awesome, ik hoop dat jullie het een hele awesome part vonden. We hebben weer 3 nieuwe members bij onze club. Nou ja, 4 eigenlijk. Die T-Rex die hadden we natuurlijk al. Maar die zit nou in ieder geval bij in de Dino-tuin. Als je het een leuke part vond, vergeet niet even te liken. En ik hoop je weer te zien in de volgende video. Laters.